gaan naar Rogier vanwege een spookrijder. Nee, geen verbinding met Rogier. Dan gaan we even hier in de studio naar de gast. Allereerst Menno Feest, reageurvreter van het eerste uur. En Yevgenia Plovorensky, Oekraïne-deskundige. Om te beginnen met jou, Menno. Blij met de uitslag. Kijk, hoe gaat dat? Je initieert iets en dan ga je er helemaal achter staan. Je wil toch dat, hoe zeg je dat netjes, die zakkenvullers uit Den Haag, de vlektyfus en de vinketering krijgen. En dan is het heel fijn om te merken dat je in de meerderheid bent. Nou, de meerderheid is niet gaan stemmen, hè? Kijk, hoe gaat dat? Je moet aan het spelletje meedoen om te kunnen winnen. Johan Cruijff. Dat heeft Johan Cruijff nooit gezegd. Ik noem alleen zijn naam. Juist. Yevgenia, voor jullie moet het de klap zijn geweest. Holland, Jeff, Kemeria, Borst, Nistes, die Oekraïne. Ja, zij kan ook Nederlands, mag ik hopen? Afzerstie met Tetschkop. Ja, maar dit gaat toch zo niet werken, jongens? Ja. Oké, mensen thuis, zet de webcam aan. Zadnozemi met je. Heel goed. Menno, jij realiseert je dat je niet alleen de Oekraïners, maar ook heel politiek Europa tegen de borst staat? Kijk, hoe gaat dat? Je hebt in principe overal scheid aan. En dan kan mevrouw de Oekraïne-kenster hier, die niet eens de taal spreekt, met de sappige Sovjet-prammen wel een beetje een mooie meneer uit gaan hangen. Maar Menno? Kijk, hoe gaat dat? Hoe gaat dat? In principe is dit gewoon een hele dikke middelvinger naar de middelvinger van Brussel naar de kiezer. Kraak, helder. Heeft u daar nog iets aan toe te voegen? Rozhit, we ben ik zitet. Nee, dobrotik maar zich rest niet. Le zombrigatiatie. Het is meneer no dobre. Ja, jongens, maar niet meer doen dit, hè? Kijk, hoe gaat dat? Ja, we gaan naar een stukje troost. Hier in de studio, Shanti. Niet, geen verbinding. Dan gaan we even naar Menno Feest. Menno, waar moet het volgende referendum over gaan? TTIP. Wat? TTIP